De opening van het speelbos in Bladel op tweede paasdag was een enorm succes. Kinderen van twee klassen van de Franciscusschool uit Bladel, die de mankettenwedstrijd hadden gewonnen, verrichtten de officiële opening. Want in het speelbos spelen kinderen de hoofdrol, dus ook bij de opening. Nou, wij zijn hartstikke trots op het resultaat. Toen wij hier anderhalf jaar geleden aan begonnen, hadden wij niet gedacht dat het zo zou worden. Maar al die beelden en nou, dat het er zo uitziet zoals het nu uitziet, maar wij zijn echt heel tevreden. En we hopen dat jullie hier straks heel veel plezier zullen hebben, heel vaak kunnen spelen. Nou, dat we het ook niet voor niks hebben gedaan natuurlijk. Alle basisscholen in Bladel gevraagd of ze maquetten wilden maken met ideeën voor het speelbos. En er waren heel veel mooie maquettes, eigenlijk waren er geen lelijke maquettes, maar de allermooiste die waren van de Franciscusschool. Dus die mogen het speelbos dadelijk openen. Plots een grote, dikke troll voor hen. Een echte Texan. Met grote, plakkerige bos haar op zijn kop. Hij staat wijdbeens met zijn handen omhoog. De kinderen kijken angstig om zich heen. Ze kunnen geen kant op. En het toverzand zit in de rugzak van Fien. Dat hebben ze veel te goed opgeborgen. Wat doen jullie hier? Ik eet jullie op! Dat zou ik niet doen, zegt Fien. Ik smaak heel vies. Nee, kinderen zijn juist heel lekker, zegt de troll, terwijl hij met zijn hand het slijm van zijn mond veegt. Maar ik ben heel sterk, bluft Pies. Jij klein ventje van niks. Fien staat zelfs een beetje te trillen. En dat is ook de reden dat ze de rugzak niet snel open krijgt. Ik wil het toverzand direct kunnen pakken. Hallo mensen, vanaf vandaag hebben wij een geweldig speelbos in Bladel erbij. Het is officieel geopend, namelijk alle toestellen, alle speelaanleidingen moet ik eerlijk zeggen. Die zijn heerlijk om te spelen met iedereen, voor iedereen. Alle basisschoolleerlingen zijn van harte welkom hier tussen zonsopgang en zonsondergang te komen spelen. Hou het netjes in het bos, maar speel vooral zoals je zelf zou willen spelen. Op het nieuwe website www.slingerpetje.nl is ook het hele verhaal van het Slingerbos te vinden, waarin de trollen en de heksen en de feeën volop een spel spelen samen met Fien en Ties. Jullie kunnen dat spel hier naspelen in het bos, maar je kunt natuurlijk ook je eigen fantasie gebruiken om hier te genieten van de Bladelse bossen.